Wat voor mij zingeving betekent is, althans waar het me toe in staat stelt, is alle ongemakken van het leven die je soms zelf veroorzaakt en die soms, je soms overkomen, dat je jezelf daar bovenuit kunt tillen omdat er een verder gelegen doel is, wat jezelf eigenlijk overstijgt. Nou, binnen de zorg is betekenis en zingeving in die zin belangrijk dat, natuurlijk is het belangrijk dat mensen blijven leven en daartoe in staat gesteld worden. We weten allemaal dat ons leven eindig is en ongemakken kent. En ook die zijn beter te dragen. En je kunt ook betere afwegingen maken op het moment dat je de doelen, en die kunnen heel klein zijn in het leven, op het moment dat je die doelen helder hebt. En dat kan variëren van ik wil nog één keer mijn kleinkind zien slagen, tot en met ik wil nog één keer met mijn kinderen samen ergens van kunnen genieten. Tot en met de meer diepere zingevingsvragen die te maken hebben met de religie of anderszins. Maar beide zijn ontzettend belangrijk. Een verzekeraar kan niet om de vragen van zingeving en zorg heen. En dat moeten we ook niet willen. Want uiteindelijk kunnen wij door een arts in staat te stellen voldoende tijd te nemen voor een patiënt. En dat vergt dan ook dat je toereikend betaalt. Wij kunnen de artsen via die tijd in staat stellen om de patiënt serieus te nemen. Daar zijn we de afgelopen jaren mee begonnen. Ik denk ook dat waar het gebeurt, dat dat succesvol is, ook uit oog van kwaliteit. En de volgende stap denk ik dat wij de goede praktijken die we in ziekenhuizen zien, die we van hun kant eigenlijk voorgelegd krijgen, om die te gaan opschalen via onze contracteringsprocessen. En dat betekent andere ziekenhuizen toch laten zien wat de uitkomsten zijn, zowel in termen van kwaliteitsbeleving als de uitkomsten van zorg, als in termen van kosten, dat we die spiegel voorhouden en gezamenlijk gaan werken aan wat Obama noemde betere zorg tegen lagere kosten. Ook dat laatste kan. Rondom de kwaliteit van de zorg, met daarin geïntegreerd voldoende tijd voor de patiënt, daar hebben we enorm veel data van. Die krijgen we met name van de ziekenhuizen aangeleverd. Wat betekent het uiteindelijk voor de uitkomsten van de zorg? Wat betekent het voor het aantal mensen wat een delier krijgt? Of wat betekent het voor de morbiditeit en mortaliteit? En die kwaliteitsinformatie willen we spiegelen bij andere ziekenhuizen. De kwaliteit verbetert met name omdat de arts alle omstandigheden van de patiënt kan meewegen, tijd heeft voor reflectie. En dat leidt uiteindelijk tot veel betere zorg.